Toen was alsof het alsof het meest voelen dat hij moest gaan. <laughs> Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze video en als je niet bent, welkom op mijn kanaal. Ik had jullie beloofd om een storytime te doen over Max mijn Malteserhondje en dat ga ik met deze video ook doen. Want ik ben namelijk ook het slachtoffer geweest van broodfokker. Ik wist het zelf totaal niet dat het om broodfok ging. Ik was daar ook niet echt mee bezig. Ik denk dat ik Alex zoals bij de meeste mensen gewoon naar die winkel naartoe stapte met de gedachte van ik wil een hondje. Ik vind dat lief, schattig en ik wil per se echt een Malteser hondje. Dat was enkele jaren geleden gebeurd. Toen werd daar ook niet veel in de media iets over gezegd over broodfok. Dus ja ik denk dat het daardoor is dat ik daar ook niks van wist over broodfok. Dus ik wist zelfs totaal ook niet wat dat was. Ik had er nog nooit iets van gehoord om eerlijk te zijn. Dus neem het alsjeblieft niet kwalijk Als ik nu over dit verhaal begin of over, over broodvak, want ik wist het niet. Dus het is niet mijn fout dat ik zo'n hondje gekocht had. Don't shoot me, people. Goed, wat is er gebeurd? Ik was toen nog bij een ex-vriendje van mij en we waren namelijk al heel lang op zoek naar een hondje. Ik wist dat ze op een plaats in een winkel, dat ze daar honden verkochten. Daar kochten ze vissen, vogels en honden. Die hadden zo een soort van een een box apart, waar je binnenkomt, maar daar zaten al die honden samen. Dus je hebt daar een box waar al die Malteserpupjes in zaten. Dan een box apart waar de alle soorten chihuahua's in zaten ofzo. Dan nog een soort van een ander soort ras. En zo ging het altijd maar verder. ben er ook nooit niet blij bij stilstaan dat die honden zou ziek zijn of zo. Alleen je denkt daar niet bij na. Je wilt een hond, je hebt je hoofd, je hebt je gedachten daarop gezet... En wat denk je dan? Oké, okay, ik wil gewoon een hondje. Op een gegeven moment, er waren nog veel mensen voor mij. En ik zat eigenlijk helemaal achteraan. Er waren nog mensen naar dat Maltesertje aan het kijken. Die eigenlijk ook dat Maltesertje wel wouden. Um, en die man van de winkel gaat naar, die, dus gaat naar dat deurtje. Die doet dat deurtje open. En dat klein pupje, dat Maltesertje, dat kwam uit die deur. En dat ging echt richting naar mij gelopen. Dat was echt Kijk mooi om te zien. Je zag echt zo dat malteertje tussen die mensen door. Wop. Richting naar mij gelopen. En ik, ja, en, ik, en ik was helemaal verkocht. Ik pakte dat hondje op. Echt in mijn armen. Heel dicht bij mij. Ik was zo aan het kijken. En toen het dat beestje in mijn armen zat. Ik kon dat gewoon niet meer loslaten. En je zag al die mensen kijken van. Oh kijk hoe lief. Oh kijk hoe schattig. En dat was ook keihard schattig. Geloof me vrij. Um, dat was kei lief om te zien. En de winkelier die kwam naar mij gelopen en die zei tegen mij: "Ja, ik denk dat dat hondje zijn baasje gevonden heeft, want dat hondje wil denk ik niet meer weg van u." Ik zeg van: "Ja, en ik kan dat beestje ook niet meer loslaten. Dus ik denk dat ik het toch wel ga kopen en meenemen." Ik ben dan al die papieren gaan opmaken, van hè, dus dat ik die gekocht heb en dat ik die ga meenemen naar huis. Ja, dus ik kreeg ook zo'n blauw boekje mee, waar alles op stond, van, hè, dus dat hij zijn spuitjes nog en zo moest krijgen. Dus toen we dat gekocht hebben, ben ik nog even daarmee in het gras gegaan, voor zijn behoefte te laten doen, pipi en kakka. Uh, en hij heeft pipi gedaan. En Beetje later heeft hem ook kaka gedaan. Daar ging het eigenlijk al een beetje fout. Al van in het begin. Ik zag dat die kaka zo een rare kleur had, dat was allemaal plat. Echt diarree. Ik ben daar dan mee naar de dierenarts geweest, dus, dus ik heb daar elke keer in gebeld. Ik heb gezegd die van, die ja, ik heb een puppy gekocht, maar uh, ik zou toch eens dus willen laten nazien, want hij had al een beetje diarree gezien. Dus ja, ik heb dan een afspraak gemaakt voor diezelfde dag dan eigenlijk nog. Dus ik mocht s'avonds naar haar gaan en zegt tegen mij van, ja, dus kom maar af, ik heb een afspraak gemaakt voor vanavond en goed, ik met dat hondje daarnaartoe, zoals elke dierenarts zeker heeft ze heel die hond echt zo helemaal doorzocht, geluisterd naar het hartje, is zo beginnen voelen overal. Niet veel later zegt hij tegen mij van, uh, zeg waar heb jij die, die hond eigenlijk gekocht? Ik heb het op het Gouden Kruispunt gekocht. In Tiltwingen, in België dan. Dat is eigenlijk een soort winkelcentrum. En daar was een dierenwinkel, Geo. Die hadden daar echt van alle soorten dieren: kavias, konijnen, vissen, vogels, papegaaien. Echt van die exotische. Die hebben zelfs slangen en alles. Dus ik had gezegd: van in die winkel heb je dat gekocht. O, je zegt ineens tegen mij: Dat hadden we niet mogen doen. Ik zeg hoe Al die honden die vandaar komen, van die winkel. Die zijn bijna allemaal ziek. En hoe komt dat? Ah, omdat dat eigenlijk broodfokkergeval is. Dus al die honden komen van broodfokkers die de honden kweken eigenlijk. En de dierenwinkel koopt eigenlijk die honden aan om dat te verkopen in hun winkel. Nu, ik wist dat niet. Ik had daar nog nooit niet van gehoord: van broodvok. Ik zou het begot niet weten toen op dat moment: van wat moet ik hier nu eigenlijk mee? Want ik heb uiteindelijk wel die hond gekocht. Daar ben ik nu vet mee. Of dat die hond nu van een broodvok komt of niet, hè? Want ik zit daar nu wel mee. Wat kan ik daar nu eigenlijk tegen doen? Ja, ze ze, ik kan nu pilletjes geven. En ze gaat ook haar spuitjes moeten krijgen. Ze had ook van voeding moeten veranderen, want ze moest een soort van een dieet volgen. Dus oh, dat was nog eens allemaal geld extra bij dat ik moest steken. Uiteindelijk na zoveel pilletjes te geven en na al die spuitjes en noem maar op, is het dan toch beginnen beteren. En dan niet veel later zag ik dat hij begon pijn te krijgen aan zijn achterste poten. Ik wou er zelfs van die wandelingen mee maken, maar die kon dat gewoon niet. Dat beest ging buiten... Die ging even wandelen en niet veel later ging dat beest gewoon op zijn, op zijn poep zitten. Op zijn kont. Ik dacht, nou nee, maar wat krijgt dat beest nu? En die wou echt niet meer voortgaan. Ik zeg, alleen, kom maar, Max. Nee, niks. die bleef gewoon zitten. Dus ik heb dat beest moeten oppakken in mijn armen. En dan moest ik zo elke keer gaan wandelen en zo terug naar huis. Uiteindelijk was ik dat zo beu, dat die pijn precies erger en erger en erger wordt. Ik terug naar mijn dierenarts terug een afspraak gemaakt, terug daar naartoe. Ik zeg, ja, oké, okay, dat beest heeft pijn aan zijn achterste poten, wat moet ik daar nu tegen doen? Die dierenarts heeft zo teruggevoeld aan zijn exke, aan zijn poten. Ik weet al wat het er scheelt, zegt die dierenarts tegen mij. Ik zeg, en wat scheelt er dan? Die hond is helemaal doorgekweekt. Ik zeg, doorgekweekt? Ja, dus, hebben, dus dat, dus dat dus wil eigenlijk zeggen dat die mensen, die moeder en die vader zoveel keren laten kweken hebben, dat dat uiteindelijk niet meer kon. En ja, het gevolg daarvan is dat dat beest wel reuma had en die zijn spieren en gewrichten waren zo echt aan het opstijven. Ook die nek en zo. Dus, en dat beest had zoveel pijn. Ze zei tegen mij van ik kan nu medicatie voorschrijven. Maar die zijn niet goedkoop. Dus die kosten redelijk veel geld. En meer kunnen daar eigenlijk niks aan doen. Dus dat is eigenlijk een soort medicatie om die pijnen te verzachten. Want ze zei ook van, je kunt zoiets niet genezen. Dat gaat alleen maar erger en erger en erger worden. Maar door die medicatie zou de kans bestaan om dat stabiel te houden. Natuurlijk, ik als baasje of ik als eigenaar. Op dat moment van die hond, ik ging daar ook alles aan doen om die hond zo gezond mogelijk te maken. Of zo, of, of zo gezond mogelijk te houden. Ik bedoel, dat is ook normaal. Een dier, dat is eigenlijk hetzelfde als je eigen kind. Je steekt er al je energie in. Je steekt er al je al leven daar eigenlijk in. Ik bedoel, allez, je moet zien dat dat beest wel goed, dus gezond is. En dat dat goed door het leven kan verder gaan. Hè? Ik wil mijn beest gezond hebben. Ik ben die medicatie gaan halen. En de eerste weken was dat precies wel iets beter. Door die medicatie. En dan daarna, na, denk zo, na een maand of twee, zag ik dat die pijn erger en erger wordt. Nu uiteindelijk ja, ben ik elke keer naar de dierenarts. moeten, mee gaan, terug onderzoeken, terug naar huis. En zo ging dat altijd maar verder. Totdat hij zeven jaar is geworden, mijn hond. Ik heb mijn hondje eigenlijk zeven jaar gehad. Na zeven jaar ben ik dan terug gegaan naar de dierenarts omdat de pijn was zo erg dat dat beestje eigenlijk niet meer wou gaan wandelen. Dat beest wou eigenlijk gewoon in een of, dus in een tuin eigenlijk, zijn behoefte doen. En die kon gewoon niet meer. Dat beest, zijn achterste poten waren, ze dus deden zoveel pijn dat hij zelfs, in huis niet meer kon rondwandelen, dus die bleef er een hele dag liggen in zijn mandje en dat was echt zielig. Die wou er gewoon niet meer uitkomen. die bleef daar liggen, ja gaat er eigenlijk bijna niks meer aan. Dat was echt kei erg en zielig om te zien. Dus ik ben uiteindelijk met dat beestje terug naar de dierenarts geweest in de hoop dat mijn dierenarts toch iets anders kon doen eventueel. Dus ze zei tegen mij van oké, okay, dus kom maar af, ik zal nog eens kijken. Ze is op het punt gekomen om die nond nog eens een heel onderzoek te, te doen. En daarna had ze mij gezegd gehad, had ze mij eigenlijk met haar neus op de feiten geduwd over die hond. Ze zei letterlijk tegen mij van: Katja, ik ga heel eerlijk zijn tegen u. Je, dus helemaal genezen gaat dat beest nooit niet meer kunnen. Dat gaat zelfs niet meer beter worden en dat gaat alleen maar erger en erger worden. Dat beest ziet enorm veel af. Dat heeft enorm veel pijn. Het minste wat je eraan komt, het doet zeer. Dus dat beest leeft elk in heel wat pijn. Mij lijkt het beste, je hebt daar zelf nog altijd de keuze in, maar mij lijkt het beste dat je dat beestje gewoon laat inslapen. Toen dat ze dat zei tegen mij, was ik eigenlijk helemaal in shock, was ik gewoon gepakt eigenlijk. Ik dacht, dat ken niet, dat beestje is mijn alles en dat was ook zo, dat beestje was echt mijn alles. Ik had, ja, dat was mijn dikste vriend. Ik had het gevoel dat ik met dat hondje eigenlijk een hele goede band had, een, heel, een, een hele goede connectie had. Als, als ik mij minder voelde, het was precies of dat mijn hondje dat eigenlijk aanvoelde en mij wou troosten, terwijl dat die hond eigenlijk meer te troosten moest worden dan ik. Dus, allee, en dat was gewoon mijn dikste vriend. En weet je, en zoiets doet enorm veel pijn, geloof me vrij, dat, dat is iets, je hebt dat in je hart gesloten en je kunt dat niet zomaar afgeven. En zeker niet aan de dood, allee, kom aan dus ze zei tegen mij van, ga even in de gang staan. Op dat moment had ik no dus was ik nog samen met mijn ex-vriendje. We waren aan het praten, dus wij gingen even in de wachtzaal. En we kregen dat hondje ook niet mee in de wachtzaal, dus dat hondje bleef echt bij de dierenarts. En we mochten er even over nadenken. En dan ben ik teruggegaan en ik zei van, is er echt geen, echt geen mogelijkheid om dat toch nog op een of andere manier beter te krijgen? Katje, we hebben alles gedaan wat we konden. We hebben verschillende soorten medicatie. We hebben de zwaarste pijnsters gegeven. We hebben, ja, nee. Dat beest op dit moment zit echt helemaal af. Dat leeft in pijn, daar is niks meer aan te doen. En je kunt dat beest toch niet in pijn laten verder leven, zei ze tegen mij. En toen ze dat zei, dat brak mijn hart enorm hard. Ik dacht in mijn eigen, inderdaad, dat beest leeft in pijn. Ik kan dat beest ook niet verder laten afzien. En... Dan heb ik mijn pijn, met hele pijn in het hart gezegd van... Oké, okay, we gaan dat beest gewoon laten inslapen. En... Sorry ze, mannetjes. Maar, oh, deze is zo emotioneel, deze video. Ik had niet gedacht dat ik hier ging wenen voor jullie. Dat is echt emotioneel, deze. Niet normaal. Fuck. Merde. Ik had echt niet, niet gedacht dat ik hier niet te blijven voor jullie. Komaan, ik voel me net een klein kind. Maar goed. De meesten gaan nu kijken naar mij en die gaan zeggen... Katja, ben je nou aan het wenen voor een hond? Ja, ik ben een het voor een hond. Ik weet het. Maar, weet je... Dat is precies je eigen kind. Alleen dat... Dat beest was alles voor mij op dat moment. Het is normaal dat dat zo gevoelig ligt bij mij. Ik zei tegen mijn diernaarts van... Oké, okay, als je die in slaap doet, uh, mag je daar dan bij blijven? Want, allee... Ik heb dan zelfs mijn laatste foto's mogen nemen van mijn hondje. De allerlaatste. Dat beest lag op tafel. Ik ging echt daarvoor zitten. En dat beestje dat keek naar mij. En... Het was alsof we het meest voelen dat hij moest gaan. <tieft> Sorry. Met het eerste spuitje zou hij eigenlijk al bijna of zo goed als in slaap vallen. En het tweede spuitje zou zijn hartje leggen. En ja, dat is dan ook gebeurd natuurlijk. Hij kreeg eerst zijn eerste spuitje. Ik heb de hele tijd over zijn hoofdje en. Er was ook geen andere optie om dat best in slaap te laten te gaan. En dat heeft me een enorm veel pijn gedaan. Ik heb er enorm van afgezien. Ik heb dat heeft bij mij heel, heel veel maanden geduurd voordat ik daar pas over geraakte. Ik wou zelfs ook geen andere hond hebben, omdat ik wou geen hond kopen om een vervanging te zijn van die ene hond. Dat wou ik niet. Ik bedoel, daarom ga je ook geen hond kopen om een soort vervangingsmiddel te zoeken. Allee, dat vind ik toch. Ik vind, je gaat een hond kopen omdat je dat echt wilt. En omdat dat, ook, ook omdat je weet dat dat een stuk van je leven gaat zijn. Dat dat vastgebonden zit aan je leven. Dus je gaat, moet rekening houden ook met je hond. Dus dat, dat zijn allemaal dingen waar je moet aan beseffen voordat je een hond koopt. Van, oh ja, ik ga een hond kopen, maar... Kan ik daarvoor zorgen? Kan ik daar al mijn tijd in steken? Kan ik mijn al mijn energie daarin kwijt? En noem maar op. Want een hond heeft heel veel aandacht nodig. Hè? Ik kon ook die aandacht geven. Sorry, ik ben even terug. Um, mijn batterij was uitgevallen. En ja, dus ik heb die nu moeten insteken om te filmen. Dus, uh, maar nu kan ik verder gaan met de video. Eigenlijk was ik gewoon klaar met de video. Ik bedoel, ze dus hebben een hond. Laten inslapen toen. Dat heeft me heel veel pijn gedaan. En dat en was ook eigenlijk heel snel vertrokken. Ik heb het oontje ook daar mogen laten. Ja, dat lijkt me ook het meest logische. Dat je een daar laat uh, als ze die laten inslapen. Ik ben toen naar huis gegaan. En dat heeft me heel veel maanden gekost om daarover te gaan. En als ik daar nu zo terug aan denk. Of ik vertel dat verhaal aan jullie. dan ondervind ik dat toch, dat, dat toch nog altijd wel heel moeilijk is voor mij. En dat dat heel. Ja, dat dan nog altijd zo heel emotioneel blijft ook. Ja. feit heb ik daar eigenlijk niks op toe te voegen. Dit was dan mijn storytime over Max. Ik zou zeggen, vond je deze video toch wel een interessante video? Echt leuk misschien niet, maar ik hoop toch dat jullie een duimpje omhoog geven voor mijn video. Uh, dat jullie zeker abonneren hieronder mijn video. Klik het belletje aan als ik op de hoogte blijven van elke nieuwe video die ik post. En dan zou ik zeggen, dan zie ik je heel graag terug. In de volgende nieuwe video. En een beetje vrolijker terug. Tot later. Ciao.